Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ja, deze video is echt een video wat ik hoopte te kunnen maken voordat ik op vakantie ga. En het is ons gelukt. Even lang verhaal kort. Wij hebben straks de sleutels van onze nieuwe woning. Dat is natuurlijk heel fijn voor ons na alle gebeuren. En ja, deze woning hebben we gewoon op goed geluk gekregen. Ik wil even kort uitleggen hoe we aan deze woning zijn gekomen. Want ik denk dat heel veel mensen dat wel willen weten. Vooral omdat we natuurlijk best wel snel aan de woning zijn gekomen. Ik moet goed zeggen. 4 weken geleden bijna is mijn woning dus afgefikt. Waardoor het is gekomen, weten ze niet. Die onderzoek loopt nog. Maar er zijn heel veel dingen die er verkeerd zijn gegaan, die er goed zijn gegaan ook wel. Maar ja, er moet gewoon nog heel veel onderzocht worden. En daarom moet ik eigenlijk wachten, maar dat duurt gewoon heel erg lang. Wat je vanuit een woningbouw krijgt, is een noodwoning. Waar je dan tijdelijk in kan. Als je woning dan is gerenoveerd, ga je terug. Ik wilde niet terug. Als het moet, moet het natuurlijk. Want je moet een onderdak hebben. Maar ik heb gewoon een bepaalde trauma opgelopen. Dat ik denk, ik wil niet meer in een flatgebouw wonen. En dan kreeg ik laatst een reactie met, ja, flatgebouw is hetzelfde als één gezinswoning. Dat is niet zo. En als mij die woning doet denken aan de gebeurtenis van toen, en ik voel me daar niet fijn bij, en ik heb de keuze om weg te kunnen gaan, ja, dan doe ik dat met alle liefde. Niet alleen voor mij, maar ook voor de kindjes. Vooral omdat ze niet weten waar het vandaan komt. Dan kan het ook nog een keer gebeuren, snap je? Dat gevoel is gewoon niet heel erg fijn. Ik hoop dat ze dat in de toekomst wel weten, maar voor nu weten ze dat gewoon niet. En moeten wij het onderzoek gewoon echt afwachten. Maar goed, nieuwe woning. Super blij. Wat eigenlijk gebeurde die week? Ik had online gezet dat dat mijn huis was verbrand. Heel lief was er een funding opgestart. En ook heel lief, want de verzekering dekt niet alle schade. Bijna niet. Ik denk misschien 10%. En je moet nagaan dat zo'n renovatie echt heel, heel veel geld kost. Maar goed, so be it. Is nou eenmaal zo. Maar gelukkig zijn wij wel mensen die altijd hard werken. En die wel tegen zulke stoten aan kunnen, zeg maar. Dus dat is wel heel erg fijn dat we die luxe, zeg maar, hebben. Want ik heb ook heel erg nagedacht van, er zijn ook mensen op de wereld die het niet hebben. En die niet een aanhang hebben, zeg maar, zoals ik heb. Ik heb wel wat volgers, niet belachelijk veel, maar wel veel. Daar ben ik jullie ook echt enorm dankbaar voor. Want zonder jullie hadden wij nooit, nooit, nooit deze woning kunnen krijgen. Maar goed, het kwam dus online. En ook dat ik geen woning meer heb. Dus in het begin zei de woningstichting van, bekijk het maar. Daarna hebben ze ons een vakantiewoning aangeboden voor een week. Zijn we toen ook ingegaan. En daar heb je ook gewoon recht op, want ze kunnen jou niet zonder een woning laten. Die week heb ik een berichtje gehad van, ik kreeg sowieso heel veel DM's met, daar kan je wonen, daar kan je wonen. En in die week heb ik ook een berichtje gehad van een meid die bij VBT-makelaar werkt. En het zit niet overal in Nederland, wel op verschillende plekken. In ieder geval ook in Arnhem. Ik ga even kijken of ik het zo op die camera blijf staan. In ieder geval, ik heb toen een berichtje gehad van VBT-makelaar. Van een meid die daar dus werkt. En die zei van, hey, misschien kunnen wij je helpen. Geef anders je telefoonnummer en dan neemt mijn collega contact met je op. Dus ik heb mijn telefoonnummer gestuurd. En echt binnen een minuut belden ze me terug. Celine heet ze. Ze werkt daar, ja, ik ben echt super blij met haar. Ze hebben me gelijk gebeld. Ze zegt, hey, dat was op donderdag. Dus was mijn woning in de fik. Donderdag belden ze mij dus. En zei ze van, nou, als je het leuk vindt, mag je maandag komen kijken. We hadden al een beetje online gekeken. En wij zoiets van, ja, nou, we gaan hem even kijken. Het is wel een particuliere woning. Particulier is gewoon best wel duur. In je eentje is dat, als je heel goed verdient, te doen. Maar als jij gewoon een normale salaris of iets daarboven hebt, is het gewoon wel belangrijk dat je het met z'n tweeën huurt. Wellicht met een vriendin, als je geen relatie hebt. Dus maandag zijn we dus daarheen gegaan. Ik heb alles wel stilgehouden. Omdat ik dacht van, ik wil wel even wachten totdat we getekend hebben. En de sleutel echt hebben. En wellicht komt er ook iets anders op ons pad. We hebben gekeken, super mooie woning. En toen hebben ze binnen een week eigenlijk gereageerd. Dat is echt heel snel. Ze hebben echt hun best gedaan. Binnen een week hebben ze gereageerd met, alle stukken zijn compleet. En alle stukken die zijn goedgekeurd. Dus jullie worden de nieuwe huurders van die woning. We moeten er blij mee zijn. Sowieso zijn we er super blij mee. Want ook particulier is gewoon moeilijk om aan te komen. Maar goed, ik zou je wel willen adviseren, denk ik. Als je zoiets meemaakt. Of iets dergelijks. Dat je gewoon contact opneemt. Desnoods even met de makelaar belt. Even je situatie uitlegt. En even kijken of er... Ja, er zijn ook goede mensen op de wereld die misschien wel willen helpen. Dat je misschien
toch even in die 100 aanvragen op nummer 1 gezet kan worden. En kijk, wat ik zeg, ik heb echt geluk gehad dat wij dat ik dan veel aanhang heb. En dat jullie mij enorm geholpen hebben, waar ik jullie enorm dankbaar voor ben. En anders hadden we deze woning sowieso nooit gekregen. Dus daar zijn we echt heel blij mee. Nou, we gaan nu even naar het huis rijden. Het is wel in Arnhem. Wel ongeveer 20 minuten rijden vanaf mijn oude woning. Maar dat maakt niet zoveel uit. We hebben genoeg ruimte, maar ik laat jullie zo het huisje ook even zien. En dan gaan wij daar zo snel mogelijk aan de slag. Wat we ook al hebben gedaan is meubels geshopt. Ook niet gevlogd omdat ik zoiets had van, oh, ik wil even, ik moet ook bijkomen, zeg maar. We hebben ook meubels geshopt, et cetera, maar dat zien jullie dus in deze vlog. We gaan eerst even tekenen. Okay, ik sta nu in onze nieuwe woning. Ik ga jullie even een house tour geven. Nu het helemaal leeg is. En dan zien jullie volgende week wel even. Of althans, ik geef tussendoor gewoon echt wel updatejes. Maar dan weten we in ieder geval hoe het er nu uitziet. Nou, hier kom je binnen. Gewoon een halletje. En hier hebben we ons toilet. Dan hebben we hier de woonkamer, hier met een open trap in de woonkamer. Daar zit tuin, daar zijn de kinderen. Ik ga even zo naar ze toe. Dit is de keuken. Zit erin met een vaatwasser. Alles op en aan, dat is wel fijn. Nou, hebben we hier de tuin. Heerlijk met kinderen. Die heb ik toch wel echt gemist in de tuin. Hoi! Ga je met mama mee naar boven? Nee? En een schuurtje? Die trappen moet ik echt aan wennen. Dan hebben we hier een kleine kamer. Dit wordt Vela's kamertje. Dan hebben we hier een wat grotere kamer. Dit wordt onze kamer. Dan hebben we hier een kamer. Deze is voor de twins. Dan hebben we de badkamer. Gewoon een simpel badkamertje. Dan hebben we nog een zolder. Nou, dit wordt Levi's kamer. Echt de grootste kamer heeft hij. Lekker voor zichzelf op zolder. Dan hebben we hier nog een hele grote voorzolder. En hier zit dan zeg maar een deur in waar je dus bij Levi's kamertje komt. En op de zolder hebben we ook een hok voor de wasmachine en de droger. En waar afschappen in hangen, dus dat is heel fijn. Dat is onze woning leeg. Oh, de branding is leeg. Gaan we gelijk even vullen. Er komt zo'n bedrijf uit de meelvloeren. Twee jongens komen daar en echt heel schattig. Want ze hadden mij dus benaderd dat ze mij wilden helpen en zo. Uiteindelijk hebben we een vloertje daar uitgekozen. En zijn ze gewoon naar ons toe gekomen met allemaal staaltjes. Dus ze komen echt naar je toe. Dan nemen ze van alles mee. Ze hebben PVC en laminaat wat ze leggen. En de vloerbedekking. Ze hebben echt genoeg keuzes. Wij hebben daar gewoon wat uitgezocht. We hebben gewoon op internet snel gezocht. Want we waren natuurlijk niet voorbereid op een nieuwe interieur. Dus we moesten even kijken van wat vind jij leuk, wat vind ik leuk. En zijn er wel uitgekomen. Ik hoop dat alles goed bij elkaar staat. Want we hebben ook gelijk een bank et cetera besteld. Maar goed, ze gaan vandaag dus beginnen met de vloer beneden. Wordt een vissengaat vloer. En boven gaan ze morgen doen. Maar wel heel benieuwd hoe dat staat. Het is wel spannend allemaal. En ook heel druk, want ik moet over 4 dagen het vliegtuig inzitten. 4 weken naar Suriname. Onze kleding ligt overal. Alles moet nog gewassen worden. Moeten nog kleren gehaald worden. Kijken wat we nog missen. Dus het worden echt hele drukke dagen. Maar goed, we zijn echt heel blij. Echt, echt alle gebeuren dat eindelijk zoiets op ons pad is gekomen. Alsof het zo moest zijn of zo. Echt, super fijn allemaal. Action leeg gekocht. Even opruimen. En de meelvloeren die zijn al bezig met de vloer. We hebben voor vissengat gekozen. En we hebben voor dit kleurtje gekozen. Maar ik laat jullie straks het resultaat. Klaar. En kijk. Ik weet deze prullen, maar ik moet hem even schoonmaken. Want dit was de laatste en ze worden ook niet meer geleverd. Bij de Quantum gescoord. Leuk hè? En verder behang hebben we. Even het licht laten zien. Deze behang. Deze komt dan in de slaapkamer. Dit is van de Horenbach. Dan zit het. Kijk mijn nagels jongens. Oh. Het is alweer de volgende dag. En liever vandaag is de laatste dagje op school. Dus hij gaat trakteren. Ik heb even snel wat bij de Action gehaald. En gewoon merci voor de juffrouw's. Dus die gaan we nu even wegbrengen. Ga je trakteren, Levi?
Oh-oh. Levi? Ja. Ja? Ja. Is voor de kindjes, hè? Ja. Nou, kom binnen en onze IKEA-bestelling is binnengekomen. Het is echt koud. IKEA-bestelling is binnengekomen. Dit zijn echt alle slaapkamers die we opnieuw hebben besteld. Dat is volgens mij onze tv-meubel. Die hebben we ook bij IKEA besteld. Mandjes voor Levi's kamer, spiegels, lampen. Straks zullen we ook nog lampen van Leen Bakker. Daar ligt trouwens behang. Die gaan wij beneden doen. Ik weet niet of ik erbij kom. Even kijken. Oh. Deze behang gaan wij beneden doen. Want eigenlijk kalkverf. Wat we op die muur hebben, want daar komt de bank zeg maar tegenaan. Alleen, oh, mijn nagels. Alleen, ja, we dachten behang is toch wel leuk omdat het echt van die gladde muren zijn. Dus we hebben voor behang gekozen en deze komt van de Karwei. Wat is dat? De vloer die is al echt een heel stuk gelegd. Echt super lief. De jongens zijn echt laat doorgegaan. Dit is eigenlijk de vloer die wij beneden hebben. Super mooi. Ze moeten nog een heel klein stukje en dan nog de gang. En de plinten, we hebben gewoon voor die hoge plinten, normale plinten gekozen. Boven zijn ze ook al bezig geweest met laten pilaren zien. En dit is trouwens de kleur van onze bank. Echt heel lekker stofje, velvet, heel makkelijk om af te nemen. Ook, we hebben ook onze bank laten insprayen. Maar die komt zo meteen binnen. Ik ga even kijken wat ik van IKEA kan uitpakken. Ik ga geen zware doosjes halen, dat mag ik niet. Spanje die is nu even naar de winkel. Even naar Pronto wonen. Daar komt dus onze bank vandaan, eetstoelen. En nog een paar dingetjes. En dan gaat hij die zo meteen hier naartoe brengen. Dan kan ik jullie laten zien wat we daar besteld hebben. En verder is het een kwestie van alles in elkaar zetten, lampen ophangen. En ja, dat. Het is een druk dagje. Maar ik heb me echt... Nee, ik ga echt niet tillen. Want ik had gisteren al last van mijn rug. Ik had gisteren 3 pakken sap getild in een tas. En ik ging al bijna door mijn rug. Echt een baby. Maar dat deed echt wel pijn. Oh, die spiegel van IKEA is er ook. Toppie. Nou, ik ga even dit regelen. En dan ja, zien we wat de dag ons brengt. Shawty wanna be my, oh, bad girl wanna be my. Shawty wanna be my, oh, bad girl wanna be my. Oké, de jongens hebben de bank gebracht. En heel toevallig, want de bank is dus deze kleur. Ja, het oogt iets bruiner dan dat hij in het echt is. En de stoelen zijn gewoon precies hetzelfde. We wilden eigenlijk de stoelen wat donkerder, maar ja, precies dezelfde kleur. Allebei trouwens van Pronto wonen. Hoe ze heten weet ik eigenlijk niet. Mocht je het echt willen weten, stuur me even in de DM op Instagram. Dan kan ik voor jullie opzoeken. En verder hebben ze ook een salontafel gebracht. Die heb ik even buiten neergezet. Moet ze hier even opruimen en alles aan de kant schuiven. Die staat nu hier. Nu is het dus een kwestie van allemaal dingen in elkaar zetten. Ik wacht even op de tv, want ik wil echt eten halen. Alleen de tv wordt ook nu geleverd. En een stofzuiger. Ook nieuw van, ja, alles nieuw natuurlijk. Van de Mediamarkt, daar ben ik even op aan het wachten. En de lampen komen ook vandaag. En ook onze eetlamp. Dus we moeten heel even daar wachten. Nou, het is nu onderhand 6:30. En kijk hoeveel kleurtjes ik al heb uitgeprobeerd. En hier ook. Maar ik kom er maar. Oké, ik ben echt al voor de... Wat is het? 6e keer of zo vandaag. Ik overdrijf niet. Na de bouwmarkt geweest voor een mooie kleur. Het is echt heel erg lastig. Ik heb nu denk ik eentje die ik nodig heb. Elke keer dan was het of de roze, of de grauw, of de donker. Vaak veel te donker. Maar dat komt gewoon omdat in de winkel heel mooi is. Op papier buiten ook heel mooi is. Maar het lichtinval gewoon echt heel gek is in ons huis. Dat we niet al te veel lichtinval hebben. Maar goed, ik heb nu een paar kleurtjes. Ik hoop echt, volgens mij er moet wel eentje bij zitten. Ik laat jullie weten wat het uiteindelijk gaat worden. Maar ik denk één van deze twee. Wat heb jij? Een cadeautje. Cadeautje? Ja. Oh, ging je trakteren? Ja. Doe maar niet. Huh? Laat maar erin. Gaan wij jouw nichtje en neefje geven? Ja. Mag Vela ook één? Ja. Geef maar eentje aan Vela dan. Mama. Mama wel. Geef maar mama eentje. Ja. Dankjewel. We hebben trouwens een kleur gevonden. Het wordt deze kleur, maar ook echt op camera is een hele andere kleur dan in het echt. Dit allemaal. En dat ook is heel anders. Ja, dankjewel. En het past dus heel mooi bij ons. Ons behang. Je ziet wel echt die contrast, zeg maar. Maar die is echt heel mooi. En dat was de kleur. Ik ga even jullie opzoeken. Echt super mooi samen.
Dit is trouwens ons salontafeltje. Maar die moet nog even goed gezet worden. Het was de kleur. Dit. Deze kleur is het. En Giovanni is nog even bezig met een vriend van hem in de kamer van Levi. Zodat hij morgen af is. Of af. In ieder geval dat er een bed staat, een kast staat. En ik dat allemaal kan opruimen en schoonmaken voor hem. Want morgen gaan we hier al slapen. We zullen nu even bij familie logeren. Maar ik ga ervan uit dat we morgen wel hier kunnen slapen. We hebben morgen een man van een stuk of 10 man, denk ik. Misschien wel meer. 12. Om te helpen. En spullen die we nog konden redden en die nu in een box staan. Dat gaan we hier schoonmaken en doen. We kijken eventjes wat we nog konden redden. Maar dat zien jullie morgen. Dat plak ik ook nog bij deze vlog. En dan ga ik de vlog afsluiten. Dan ga ik alles delen. Want ik vind het ook super leuk om dit soort dingen te delen. Ook omdat wij omdat heel veel mensen wel echt vragen hebben van hoe gaat het met jullie en zo. Alleen ja, alleen helemaal niks. We zien jullie ook aan het leeghalen. Jesse. Huh? Leuk dat je er bent, jongen. Anderhalf jaar later gaan we weer klussen. Nou, ze hebben spullen uit de box gehaald en die zijn ze dus hier aan het neerzetten, zodat het even kan luchten en schoongemaakt kan worden. Dit was bijvoorbeeld nog te redden uit de brand, maar het is nog wel een beetje zwart en zo. Dus we gaan het nu allemaal schoonmaken en dan in het huis zetten. Nou, dit is de situatie nu. Zo ziet de tuin eruit. Dit moet allemaal nog in het huis en schoongemaakt worden. Maar dat gaan we nu even met z'n allen doen. We hebben echt een keidrukke dag gehad. Ik ga jullie sowieso een update geven over hoe het huis er nu uitziet in de volgende video. We hebben echt zoveel gedaan, we hebben zoveel hulp gehad. Echt heel fijn dat vandaag is de eerste half hier gaan slapen. We zouden eigenlijk gisteren hier al willen slapen, maar dat redden we gewoon niet. Dus het is uiteindelijk vandaag geworden, vandaag is het zondag. Best wel snel in 4 dagen, niet alles af natuurlijk, moet er hulp gedaan worden. Maar we kunnen er in ieder geval slapen. Levi, zullen we naar jouw kamer gaan? Ja. Loop maar. Mama vindt het ook spannend voor jou. Die is voor Vela, goed zo. Dit is Vela's kamertje. We gaan even naar jouw kamer. Kom even snel. Waar is Levi's kamer? Die? Gaan we lopen? Oh. Mooi. Hier is jouw kamertje. Zo'n grote kamer heb jij. Ja, is hoog hè? Ja. Ga je hier slapen dan? Ja. Ga maar liggen. Ja. Nee, Vela gaat beneden. Ja. Levi, dit is Levi's kamer. Ja. Ga maar liggen. Koud. Koud? Ja. Raam dicht doen? Ja. Nou, ik ga lekker de kindjes op bed leggen. Ze zijn bij mijn oma geweest vandaag. Ze zijn al lekker gedoucht. En dan gaan wij ook lekker slapen. Dan zien jullie. Mijn oma gezicht is echt net. En dan zien jullie in de volgende video hoe je auto er nu uitziet. Ik ben echt zo blij. Ja, echt. Ik kan het 100 keer zeggen, dit huis is zo fijn, zo groot. We hebben het echt, het is ons echt gegund. Echt, want we hadden het wel erg kunnen aflopen. Dat is een funny, mama. Ja, je hebt geluk. Dus nee, ik ben echt heel blij. En ook vooral met de hulp van iedereen die we, alle hulp die we hebben gehad van iedereen. Ook dat niet vergeten. We hebben echt enorm veel hulp gehad. Ja, zo. Maar goed, ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dan hiernaar te kijken. In de volgende video ga ik jullie dus een gehele beeld geven over hoe het er nu allemaal uitziet. En verder ga ik wasjes draaien en opruimen beetje bij beetje. Tot de volgende video.